Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mijn kanaal. Vandaag gaan we weer iets nieuws van slijm. Oeh, wat is dat? Er zit een alien in het slijm. Een echte alien. Nee, dat ga ik niet openmaken. Of, ah, kijk. Ik was al bijna in paniek, maar kijk, je ziet het al. Het is de Energy Tube van Simba. En ja, dat is natuurlijk... Even kijken waar dat vandaan komt. Uit de ruimte misschien. Hier hebben we de Slimy Aliens Duellinator. Die hebben we al een keertje laten zien. Daar zie je de Energy Tubes met slijm erin. Dat zijn slijmbuisjes. Die hebben we ook al eens een keertje laten zien. En dan kun je die nog eens nakopen. Dus dit is eigenlijk zo'n soort van setje dat je los kunt kopen. Het is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar. Is van Simba. En we kunnen de alien er ook uithalen. Het is geen echte alien, dus maak je geen zorgen. Hier zitten al aliens in, maar die kunnen we helemaal niet meer zien in het slijm. Ze zitten er ook al een tijdje in. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. En hier hebben we dus nieuw slijm, maar deze keer in het blauw. We hebben al groen en rood. En dit is een blauwe. Maar ze zijn eerst allemaal kleurloos. Dan gaan we dit eens eventjes openmaken. En dan hebben we hier een buisje met slijm. Er staan geen namen op. Meestal staan er namen op, maar bij deze dus niet. En hier zit dus slijm in. Geen echte alien dus in ieder geval. Ik dacht eerst dat er een echte alien in zat, maar poeh, dat zou wat zijn. Ik krijg hem een beetje lastig open. Zo, maar daar is hij dan. Oké, hier hebben we dan de alien in slijm. Oh, maar wacht, voordat ik het doe. Hier heb je dan een lampje. En dat ziet er al heel gaaf uit met dat rode lampje. Dus het rode licht, dat ziet er al heel mooi en cool uit. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ah. En hij blijft nog aan. Dan kunnen we hem eventjes eraf halen. Zo, ik wil namelijk de alien eruit halen. Bleh. Een alien wordt geboren uit het slijm. Zo. Kijk, hier hebben we het slijm dan. Dit slijm is wel heel goed slijm, moet ik zeggen. En kijk, daar gaan we dus eventjes naar kijken. Het is heel goed. Het is plakkerig. Precies zoals het zou moeten zijn. Hij is nog doorzichtig nu en je kunt hem kleuren. Bij de Slimy Aliens Duellinator had je groen en blauw. Maar blauw hebben we denk ik niet meer. Dus volgens mij hebben we dat gemengd. Dus nu hebben we vooral groen eigenlijk. Maar vies slijm. En natuurlijk hebben we een alien. Het ziet er wel heel vies uit. Die kunnen we zo gebruiken. We kunnen hem ook zo eens kijken. Ja, en hij laat scheten. Ik ben het niet trouwens hoor. Dat was dus het slijm in ieder geval, dus geen zorgen daarover. En dan gaan we dit natuurlijk proberen in de Slimy Aliens Duellinator. Misschien gaan we nog een beetje slijm mengen met het groene slijm, zodat het groen slijm wordt. Eens even kijken. Maar ja, dit is natuurlijk wel meer geelgroen. Ik zal het eens even laten zien dan straks. Zo, eerst dit weer terug. Alientje erin. En dit is het slijm. Zo ziet het eruit. Het voelt ook een beetje anders aan en het ruikt wel naar slijm. Dit slijm lijkt me heel goed slijm te zijn. Ik ga het nog eventjes niet proberen en al helemaal niet eten. Het is goed slijm, maar het voelt dus goed aan. Dus niet bedoeld om te eten dit. De Slimy Aliens Duellinator is denk ik vanaf 6 jaar bedoeld. Dus het slijm zelf kun je gebruiken voor kinderen vanaf 3 jaar. En nu hebben we dan de Duellinator nodig. Die gaat zo aan. En dan gaan de buisjes draaien met de aliens erin. Oké, dat kunnen we er eens eventjes afhalen. Hier zitten andere aliens erin. Misschien kan ik die ook eens even laten zien. Misschien ook maar niet, want het zit helemaal onder het slijm. Oké, die leggen we even aan de kant. En hier hebben we een andere.
Oh nee, nu is het eraf gegaan. Dit is de alien die ook hier zit. Zo, die laten we er eventjes in zitten. Je kunt deze dingen er dus afhalen en je kunt de aliens onderling verwisselen en in een ander buisje doen als je dat zou willen. Zo, hier gaan we nog ander slijm bij doen. En dan pakken we die groene. Zo, ik heb hier dus wat geel-groen slijm, dat komt hierin. Dan de alien erbij. Oh, daar zit nog een beetje slijm. Het is over de rand gegaan. Zo, dat is beter. Die zetten we dan daar neer. En dan wordt het kleurloze slijm gemengd met het geel-groene slijm. Zo, daar gaan we dan. Hier zien we die ene alien. Die zit een beetje verstopt in het slijm. En hier hebben we de andere alien. Nu gaan we eens eventjes een paar minuten wachten. En dan gaan we eens kijken wat het resultaat is geworden. Zo, ik doe hem eens eventjes uit. De Slimy Aliens Duellinator. Ik heb nu denk ik 1 of 2 minuutjes gewacht om te kijken hoe erg het zou gaan mengen. Of hoe niet. En we zien hier de alien er nog in. Hier hebben we het lampje. Dat dringt niet zo heel goed meer door het slijm. En... Jakkie. Heel vies. Ja, tja, lekker vies slijm is het in ieder geval. Het is dus een nieuwe energy tube voor de Slimy Aliens Duellinator met een nieuwe alien erin. We hebben een beetje geel slijm erbij gedaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden vandaag. Als jullie het leuk vonden, dan kunnen jullie dat laten weten in de reacties. En dan kunnen jullie laten weten wat jullie ervan vonden. We hebben hem al een keertje laten zien. En deze keer dus een nieuwe. En dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!